Goedemorgen, Patrick. Goeie, de hond schrikt ervan. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik kreeg vorige week een leuk berichtje van je vrouw over dat je de vlogs aan het kijken was en bezig was met de voorbereiding van je eigen reis. Ik had het van jezelf ook al gehoord met je vraag over van, hey, waar poepen jullie eigenlijk? Nou, dat vond ik een leuke vraag of een leuk verzoek. Dus je vrouw vroeg of ik je nog wat tips zou geven. En ik heb een klein vlogje gemaakt samen met mijn broertjes. We hebben gisteren nog weer ze fietsen en alle tips die we konden bedenken hebben we even voor je ingesproken. Ja, ik wens je een fijne verjaardag toe. Ik had nog gezegd, de fiets was er volgens mij nog niet, dus dit is dan voor de voorpret. En veel kijkplezier en een hele fijne verjaardag. Groetjes! Goedemorgen. Vandaag gaan we, waren we eigenlijk plan om naar Amsterdam te fietsen. Want Justin moet natuurlijk grensverleggend bezig. Zo top wel, nu zo'n beetje 140. Maar toen kwam ik gisteren achter een bruiloft had, dus dat gaat niet door. Het is nu 5:15, dus we gaan, ik zeg van nou, fiets wel een stukje met je mee. En dus ik fiets nu weg en dan ontmoet ik hem in Rijssen. Maar dat wordt wel tijd voor een beetje cardio. Oh ja, en zo denk ik van, wat heb je, wat maak je gave video's nu? Van een mooie afstand, heb je een drone mee? Nee, ik heb dus dit nieuwe dingetje gekocht op Ali. Kijk dan. Kan je zien het? Van de camera. Leuk. Kost een paar cent, maar nee, ook wat. Hè? Vette shit, Annie! Maar ja, oh, een beetje tegenlicht. Nou, wat ga ik dit doen? Zo? Ik moet niet meer doorwonen natuurlijk, maar de echte reden van deze vlog is natuurlijk de verjaardag van Patrick van Loo. Ja, nee. Ik kreeg dus gisteren vorige week al een keer een appje op YouTube met de vraag van, goh, wat leuk, ik volg je vlogs en ik ga binnenkort ook gaan fietsen. Maar ik vroeg me af, wat poepen jullie? Ja, goede vraag. Ik zei, nou ja, dat is meestal gewoon cafeetjes, restaurantjes. En af en toe ook in het bos. En ruim je dat dan op, vroeg die. Ik zei, ja, als het nat weer is, steek ik het gewoon in de fik, toiletpapier, en anders maak ik gewoon een kuiltje, ruim ik niks op. En maar goed, toen kreeg ik gisteren dus een berichtje van Sandra de Loof. Dus van, hey Bastian, ik kijk je vlogs, mag ik je even een privévraag stellen? En ik denk, nou, dat is spam. Maar ik denk, ik check gewoon even de naam. En daar was ook een LinkedIn profiel bij. Dus ik denk, nou ja, ik zet mijn naam eronder. En toen zag ik, die fiets bij, ze werkt bij de Decathlon. Ik dacht, nou, dat is leuk. Ik dacht, oké, kijk, heeft Decathlon toch gewonnen van de Lidl? Decathlon toch mijn allerliefste winkel. Anyways, Patrick is 9 mei jarig. En die kijkt momenteel elke dag vlogs samen met zijn vrouw. Ik ben zelfs een begrip, zeggen ze. En Patrick gaat naar Valencia te fietsen. Volgend jaar, geloof ik. Nieuwe fiets is allemaal gekocht. En er werd gevraagd tips. Dus ik heb een hele omslachtige manier gevonden om tips te geven. We gaan gewoon lekker ochtendje fietsen. Samen met Justin, die dus naar Amsterdam wil door wil. En alles wat binnenkomt, een tip, Patrick, is voor jou. Leuk dat jullie even een berichtje hebben gedaan. Dit zijn tips. Zeker voor jou. Ik wens je heel veel plezier. En als je nog vragen hebt. Jullie hebben nu mijn mailadres, dus gewoon vragen. Ik voel me nu echt een echte influencer. Leuke mensen
op positieve manier zo beïnvloed hebben. En nou, veel kijkplezier en een hele fijne verjaardag. En tip 1, hou video nog ook bij. Super leuk om terug te kijken over een jaar. Tip 2 is in Nederland, in België ook, Frankrijk ook wel veel. Kun je vaak gewoon links-rechts gaan en zit je altijd wel op een mooi paadje. In Spanje viel dat heel erg tegen. Zie je heel snel als je lukt raakt, fiets gewoon op de grote weg. Dus tip 2 is in Spanje zie dat je een leuke GPX-routes vindt van mensen die jouw route hebben uitgezet. Dat scheelt dat je een heleboel snel wegrijdt of heel erg onbegaanbare paden. Oh ja, nee, jongens, hij is er weer hoor. Dus, ja. Ondanks de zere knietjes. Gooi even aan de partij. Justin die gaat dus hij gaat helemaal naar Amsterdam. Amsterdam, jongen. Kiek. Oh, hier ja, rechtsaf gemoeten. Kopje B, hè? Moet je nou even een klein vlogje van mij? Kijk, ja, ik mag hem lekker bezweren op in. Justin. Clip. Oh ja, trouwens, tip, je moet harder praten. Kom niet over, want je bent de grappigste van ons twee, dus we wonen al dat de camera overging naar jou. Ja, hallo. Dat zei ik, doe er eens een lange stokje aan, zodat je dichter bij hem komt. Kijk, zie zo. Ja, kijk. Nou, jongens, welkom bij de vlog van Justin. Tip 1, okay. Maak een video dagboek, want het is leuk om terug te kijken. Justin denkt niet meer in de tips. Je hebt de barretjes mee. Barretjes, ja. Okay. Goed drinken. Van de Action. Die zijn, dat is van de Action. Ja, van de Action. Action moet je eigenlijk kopen, maar de barretjes, alles wat kapot maakt, kunnen we wel halen. Ja. En de verpakking gaat toch kapot. Ja, en goed drinken. Goed drinken. En niet alleen bier, hè. Pak alleen de verjaardag. Vooral water. Ja, ja, ja. Heb je nog één tip? Ja. Neem je geen broertje meer. Ja, dat is altijd lachen. En houd tempo ook een beetje eruit. Als we even tot de muur. Kijk, oh ja, nou. Ik doe elke keer dat er maar één te binnen schiet, dan noem ik hem weer, maar altijd toiletrolletje mee. Je hebt waarschijnlijk maar eentje nodig voor de hele weg naar Malaga. Maar zonder zitten, hoho. Het is heel vervelend als je A goed poep mee met je tandjes hebt. En een beetje tingelig. Nou ja, wel te horen toch? Ja. Nog een tip? Aero bars. Is het leuk als ik erbij val? Ja, voor de film wel. Nee, maar die dingen, dus die aero bars, dat is lekker. Dan kun je namelijk lekker je kont een beetje ontzien volgens mij. Je ligt mooi plat, maar niet de hele dag op gaan liggen, want dan krijg je een nek. Het is de truc dat je vaak wisselt van positie. Maar dan doet je kont weer minder zeer en dan je arm. Dus constant doe je iets zeer, maar dat wissel je af. Goeie tip. Dat ik daar veel vaker langs ben gekomen. Ik heb het heel vaak de laatste tijd. Ja, ik kom zo bekend voor. Oh ja, nog een tip: anti-wrijvingscreme voor in de broek. Dat helpt goed dik erop. En dan dat voorkomt irritatie en jeuk en dat soort dingen. Nog een tip: dus, nog een tip. Die hoed zit met je konthaar. Maar als het echt lang is en je gaat al zitten, dan trek je de hele tijd.
Trimmen, ja. 5 mm. Nee, ja, hoeft niet hoor. Ik doe dat niet. Ik Maar jij ook van pijn? Ah. Ik ben natuurlijk wel... Laag sensitief. Rustig. Nee, oh, en nog een tip. Oh, het bleef maar komen. Hè. Kijk, ik weet niet of je tassen als je hebt, maar neem goede waterdichte tassen. En ik hou mijn slaapspullen allemaal bij elkaar. Dus als ik overdag, wat er ook gebeurt, die tas bleef gewoon dicht. Welke ring of wat er ook maar gebeurt. Dan weet je in ieder geval dat je droog en warm in de slaapzak komt te liggen. En als het nat is geworden, ja. Dan doe je alleen alle natte spullen in één tas. Ja. Dan heb je een natte en een droge tas. Ja, een natte en een droge tas. Maar hier komt die volgende tip. Wat ik zeg, oh ja, bespaar niet op een goede fietsbroek. Dat is het duurste onderdeel waar je moet, daar moet je nergens op besparen. Gewoon een hele goede moet dikke slim. Met fietsen helemaal nergens op besparen. Ah. Dat is allemaal waar. Ja? Ja, maar je hoeft geen Bianchi fiets. Nee, maar je moet geen regenjasjes van een tientje komen. Nee, nee, nee. Die regenjasjes, die heel dunnetjes zijn goed. En ik heb nog een tip, maar. Goed, hè? Oh, nou. Nog een tip. In Frankrijk kun je overal doorheen. In Nederland woont ze hier gewoon aan, weer hoor. Deze hoort er nog bij, ja? Ja? Nog een tip. Ja? Kijk, als je dus in Nederland wel door rood wil fietsen, zorg dat hij heel goed Frans spreekt. Ik heb er nog één. Kijk, die fietsschoentjes met van die klikkertjes eronder. Ja, dat zijn wel van die dingetjes, van die filmpjes van, ja, heb je wel net iets meer vermogen. Maar goed, je gaat op vakantie, dus het gaat niet om vermogen. Maar ik zou van die schoenen nemen, die hebben ze ook bij je vrouw in de winkel. Bij de Decathlon. Met een membraan erin, wandelschoenen. Ik heb die van Salomon, heel blij mee. Want ja, 's ochtends is het gras nat, heb je de schoenen nat. Krijg je de sokken nat, krijg je koude voeten. Dus schoenen met een membraanpie en voor hele harde regen overschoentjes. Nee, jij! Oh ja! Nee, nee, hij staat eruit! Dat is grappig. Als je overschoentjes doet. Ja? Ja, dit is serieus. Oh ja, dit is serieus, ja. Dit is serieus. Ja, ja, oké. Okay. Okay. Doe dan de overschoentjes. Ja, knip, knip. Zit er geen tube meer of een beetje mooi? Ja, weet ik niet. Maar de sokken eronder. De sokken eronder. Anders worden je sokken nat en dan gaat er nacht naar binnen. Ja, capillaire werking is dat. Kom eens hier. Ja, ja. Ik heb er nog één. Afritsbroek. Afritsbroek is natuurlijk ideaal, want 's avonds als het kouder wordt, dan doe je de peepjes eraan. En overdag als het warmer is, dan doe je ze eraf. Het maar eerst scheelt de korte broek en een broek. Als je licht wil racen, afritsbroek. En dan heb je, ik heb eerst eentje van zo'n echte MTB van een duur merk, Rogelli. Nou, was na een jaar kapot. Ik heb nog gewoon, zoals je zegt, me weer nog gekopen van de Decathlon. Wanderbroekje €40, ik weet niet hoe lang die meegaat. Maar gewoon eentje die snel droogt. Dat is ook fijn, als je nat wordt, is niet erg dat het gewoon ja, met een paar uurtje of met een half uurtje weer droog is. Dus. Ik heb nog een tip. Ja, een tip. Als je gewoon even alle vlas terugkijkt. Ja. Want hij valt in herhaling. Ja, nee, dat klopt. Dit is voor mij echt heel onprettig fietsen. Ja, ik weet voor niks hoor. Lang leven Korsakoff. Kijk, en nog een tip. Ik heb de kleine tasjes die ik hier voor heb hangen. Zogenaamde. Lowriders. En een heel mooi laag zwaartepunt. En dat is fijn als je de berg op gaat. Je moet echt zo trekken aan je stuur. Dan, als je een zwaartepunt hoog hebt, zoals Justin, dan moet je op je zadel blijven zitten. Kunnen jij een wheelie? Kunnen jij een wheelie? Het is ook weer niks veranderd, hè? Stij weer te roken. Maar Je moet een beetje bier aan, hè? Want daarnaast veel te snel. Hier gaan onze bier gescheiden. Hier waren dus, de jongens van de mannen. Hier waren de jongens van de mannen gescheiden. Ik ben in Hengelom. Hier gaan Amsterdam. Damsko, jongen, Damsko. Damsko? Tuurlijk. Wat is dat? Beat Street, from Street. Damsko? Goed, Damsko. Dat is Amsterdam? Oké. Okay.
Nog een tip voor een goede plek om GPX-routes te vinden is Europa Fietser. Daar kun je kaarten kopen, maar dan kun je gelijk ook de GPX-routes downloaden, dus dat is een goede plek. En je hebt ook een site, Eurovelo. En daar staan hele lange routes door heel Europa. En die kan je heel goed downloaden. En er is een app, gewoon online. En dan moet je heel eventjes een beetje uitvliegelieren hoe dat werkt. Maar dat is My GPX Files. En daar kan je dus allemaal GPS-routes bij elkaar ingooien. En dan kan je ze samenvoegen. Dus die gebruik ik ook om zeg maar van meerdere korte routes één langer te maken. Jeetje, wat een boel tips, hé! Het wordt echt hoe noem je dat weer? Ja, weet ik veel hoe dat heet, maar in ieder geval iets dat niet alleen maar voor ouwehoeren is. Dat je ook wat een hebt, jongens. Echt waardevolle content. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling van deze vlog. Ah ja, Gentje, weet je wel. Nog een tip. Die bidons van plastic, die krijgen in de zomer altijd een gigantische zo'n plastic smaak, zeg maar, als ze warm worden. Dus toen ben ik overgestapt op RVS bidons. Nou, dat is op zich, dan heb je de smaak opgelost, zeg maar. Alleen ze drinken ze wel onhandig, omdat je ze niet in kan knijpen. Dus ik heb een tijdje geleden zo'n frame tas gekocht, van onder in het frame, met daar een waterzak in. Tot nu toe, heel erg tevreden over. Je kan 2 liter water in, maar je kan er ook veel meer in meenemen. Het smaakt niet naar plastic als het op een gegeven moment warm wordt, omdat ze gewoon niet zo opwarmen als een bidon. En ja, dus meer optimalisatie van je ruimte. Dus frame tas plus camelback. Ik heb nog eentje. En, ja, dit is dan niet per se voor jou, Patrick, want ik heb gehoord dat je met een tent gaat. Maar als je gaat bivakeren, oftewel gewoon in een waterdichte slaapzak gecamoufleerd ergens buiten gaat liggen, dan plekken die altijd heel prettig zijn, er zijn picknickplekken buiten de bebouwde kom. Dan kan je namelijk gewoon lekker blijven chillen, je eten klaarmaken op zo'n tafeltje, zonder dat iemand daar wat van denkt. En pas op het allerlaatste moment als het donker wordt, trek je bivakzak naar buiten. En dan kan je die heerlijk liggen. Heb je prullenbakken, de grond is van niemand die je zeg maar zegt van oh, je mag hier niet slapen, want het is voor mij. En 's ochtends heb je weer een mooi plekje om even je ochtendontbijtje even weg te werken. Wat een vette houder, hè? Heel blij mee. Nou, ik hoop Patrick dat je wat hebt aan de tips. En ik wil afsluiten met de laatste, meest duurzame tip die er is. Zorg dat de thuisbasis je niet al te veel mist. Dus veel aandacht geven, vlogjes, berichtjes. Dan hoeft het misschien niet meer één keer te blijven. En dan mag je nog wat vaker op bikepack avontuur. We hebben al even gekeken waar jullie huis woont, dus de uitnodiging voor langsdroppen voor een even bijkomen en een klein bad in de jacuzzi gaan we dan wellicht in de toekomst nog een keertje gebruik van maken. Hartstikke leuk dat je contact hebt opgenomen, Sandra. En ja, nou maar hopen dat we altijd zo normaal blijven als dat we nu zijn. Ja? Groetjes!